De afdelingen van de Partij van de Arbeid in de Drechtsteden vinden dat je niet meer per se lid hoeft te zijn van een partij om gemeenteraadslid te zijn. Ze pleiten hiervoor bij het landelijke partijbestuur in Amsterdam. Een aantal kleine gemeentes in deze omgeving hebben te kampen met een te weinig aantal mensen wat op de lijst zou komen te staan voor de gemeenteraad. Dat zou zonde zijn dat dan onze partij niet mee zou kunnen doen, omdat we gewoon te weinig kandidaten zouden hebben. Dan zou je die op kunnen vullen met mensen die onafhankelijk zijn. En dat betekent dat je als partij in ieder geval wel je geluid kan laten horen. Maar kan een onafhankelijke wel achter een standpunt staan van een partij? Ja, ik denk dat dat heel goed kan, zeker in Nederland. Want eigenlijk hebben we ongeveer 13 miljoen partijen, net zoveel mensen. En iedereen heeft gewoon een bepaalde gedachtegoed. Dus als je een sociaal mens bent, dan kan je ook heel goed wat dat betreft lid worden van de PvdA. Maar je kan ook zeggen van om bepaalde redenen wil ik geen lid worden. He, bijvoorbeeld om de dingen die in Den Haag gebeuren. Maar ik sta wel achter de standpunten van de lokale afdeling van de PvdA. Of het plan doorgaat, is nog niet bekend. Ja, dat is heel moeilijk in te schatten. Het levert een heftige discussie op, ook in deze afdeling. Dat wil ik helemaal niet verhelen. Er zijn mensen die zeggen van, nou, we vinden dat iemand wel degelijk lid moet zijn. Ook in Amsterdam levert een discussie op. Ik weet dat deze maand een rapport uitkomt, een vernieuwingsrapport van Paul de Pla, de burgemeester van Breda, waarin ook wel dit soort voorstellen zitten. Of het daarmee ook gerealiseerd wordt, ja, dat zal de tijd gaan leren. Het congres zal daar in het najaar wel een uitspraak over gaan doen.